Sinterklaas. De zak van Sinterklaas, oh jongens, jongens, die is zo baas. Daar stond hij, daar stond hij, daar stond hij blij van zin. De hele wereld in. De zak van Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas. De zak van Sinterklaas. Nee, is nog niet. Moet je wel doen, hè. Allemaal de schoen zetten, hè. Allemaal, dan komen wij er iets lekkers in stoppen. Ja, hoe kom erop? Jij kent niks oproepen. Nee, ik ken niks. Voor me naar de kant. Ja, ja, ik ken niks. Allee, rustig aan, rustig. Niks doen. Ik ga even achter. Als jij klaar bent, zeg je maar, dan doe ik mijn woord. Ja, ik ben klaar. Ja. Jongens en meisjes, de cameraploeg heeft bijna letterlijk en figuurlijk de bootje mis. We zijn gelukkig door de brandweer op de bootje gebracht. En ik sta nu bij Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Sinterklaas, welkom in straks weer in IJsden. Hoe gaat u dit Sinterklaasfeest beleven? Zoals ieder jaar. Het zal altijd leuk zijn met de kinderen. En we zijn ook natuurlijk blij dat jullie er zijn. En laat het op ons afkomen. Ik hoop dat er veel kinderen zijn natuurlijk. Ja, heeft u zich een voorstelling gemaakt wat u zo meteen aantreft in IJsden? Afgaande van andere jaren wel ja. Veel kinderen, lekkere leuke muziek, gezellige sfeer. Dus echt Sinterklaastijd. Hoe hebben de Pieten zich voorbereid op dit mooie Sinterklaasfeest in IJsden? Oh, oefenen! Sinterklaas, ik heb begrepen, ze hebben ontzettend goed geoefend. En niet alleen hier, maar ook in Spanje. U heeft daar iets van meegekregen? Ze hebben me net verteld, ja inderdaad meneer Hans, dat ze geoefend hadden op de liedjes. Maar we missen de dirigent. Ja, ik heb hem wel net nog gezien, dus ik denk dat het wel allemaal goed komt. Meneer Hans, Piet Marie is terecht. Zover ik heb gezien, Piet Marie was heel druk bezig. Ja, Sinterklaas, ik heb zo stiekem vernomen dat ze weer nog een verrassing voor u aan het regelen was. Uw lekkere zwarte pruimenvla, heb ik begrepen. Oh. En daarom heeft ze de boot gemist. Ze hebben me gebeld, maar ik heb het bewust even verzwegen voor u. Gelukkig, maar alles komt goed. Gelukkig, Piet. Dat heb je goed geregeld en dan ben ik blij dat ze er is. Er waren er nog twee, hè? Ja. Die waren erbij, Sinterklaas. Waren die erbij? Ja. Ab en Dre, die waren erbij. Ja. Ik wil zeggen, dan zijn ze weer compleet. Mag ik jullie dan allemaal straks met mijn natte voeten en de cameraman zijn natte voeten? Nou, we zaten in de brandweerboot die eigenlijk vol met water liep en wij dus allemaal natte voeten kregen. Dus ik heb ook hele koude. U moet dat voeten. Stoppen met maar ik wil jullie allemaal nogmaals, straks een hele goede Sinterklaas wensen. En ik hoop de kinderen straks, die naar jullie toe komen, heel getrakteerd worden met ontzettend veel lekkere snoepgoed. Die jullie waarschijnlijk wel bij jullie hebben, dacht ik. Ja.
Vakkenvol. Dan wil ik ook alle kinderen in IJs en Maagraad uiteraard een geweldig Sinterklaasfeest vieren. Met deze bonte gezelschap. En natuurlijk Sinterklaas die jullie allemaal gaat bezoeken. Okay. Hey. Sinterklaas, we zijn er! We zijn er! In Spanje was het lekker warm. En we zijn blij dat we hier zijn. Prima. We hebben de mensen van de camera meegebracht, tot aan de enkel in het water gezeten. En het bootje ging bijna naar beneden. Thank you.
Hey Piet, we zijn nu gelukkig met ons gezelschap aangekomen in IJzen met Sinterklaas en jullie collega's. Hoe vind je de ontvangst? Ik vond de ontvangst geweldig. Zoals altijd zijn de kinderen in IJzen heel blij dat wij komen. Ik vind dat dit jaar een hele grote groep was. En het is altijd weer blij. Gewoon heel leuk om te zien hier. Ja, we hebben wel allemaal staan te verkleumen voor de kou. Ik heb zelfs natte voeten gekregen met de cameraman. Maar voor de rest is er geen geslaagd feest tot vandaag. Nee, zeker. Het was vandaag alleen wat koud op de boot. Daar hebben we wel ook nog feest kunnen vieren, gelukkig. En toen wij aankwamen, toen begon het grootste feest wat je kon bedenken. Hè. Ja. Heb je je een beetje goed kunnen voorbereiden op de komende drukke dagen? Natuurlijk. We hebben alles doorgenomen, hoe we het gaan doen, hoe we het gaan aanpakken. En we willen gewoon iedereen, ieder kind hier, willen gewoon heel goed kunnen vermaken. En dat gaat waarschijnlijk ook gebeuren. Goed, dan ga ik jullie zeker veel succes wensen. En wie weet, vind ik het nog iets in mijn schoen? Ja, waarschijnlijk wel. Als je je schoen zet vanavond, dan is er misschien een kans dat er iets in te vinden is. Ik zal er wel een droge zetten, want je bent nat nu op dit moment. Ja, dat wordt niet zo handig, een natte schoen. Oké, dankjewel. Alsjeblieft.